Nou, we zijn weer thuis. Eindelijk. Ik ben er ook echt wel aan toe om thuis te zijn. Goedemorgen, deze woensdag. Ik moet zo even nadenken in de ochtend. Welke schoenen ga ik aandoen? Het regent echt volop heel de tijd. Dat vind ik stom. Ik hou niet van regen. Zo. Oh, schoenen aan heb Sarah heeft Sinterklaas cadeautje, maar die doet altijd eerst aankleden en eten. En daarna het cadeautje van Sinterklaas. Want als we het andersom doen, dan heeft ze nergens aandacht meer voor. Behalve voor haar cadeautje. En dat schiet niet zo op. En Mila komt ook zo. Die heb ik vandaag op woensdag en donderdag en vrijdag. Dus gezellig. Ook voor Sarah is dat wel heel leuk. Sarah wil altijd heel graag een broertje of zusje, omdat ze enigskind is. Maar ja, we gaan niet een broertje of zusje krijgen voor haar. Alleen maar omdat zij het leuk vindt af en toe. Dus zo heeft ze, zoals ze het zelf noemen, een ochtendzusje. Dat is heel schattig. Zo. Schoenen aan, wat heb ik eigenlijk vandaag aan? Ik heb deze blouse van Envy, broek van Benetton en mijn sneakerwatches aan. Sarah heeft een cadeautje. Ik denk dat het het boek is. Nee. Wat is het, Mima? Wat is het dan? Oh, dat is leuk. Kijk, dan kan je... Kijk, hier. De letter of zo. Ja, dan heb je bijvoorbeeld alle eentjes, die moeten dan... Blauw. Lichtblauw. En alle tweetjes die, en paars. Alle drietjes die, weet je. Hoe moeten de drietjes dan? Dat is geel, volgens mij. Ja, dat zien we niet in dit licht. Zie je? En dan kan je zo heel de kleurplaat doen en zo krijg je dan... Dat het een plaatje wordt. Leuk, hè? Ja. Ja. Heeft Sinterklaas zeker weer goed gedaan? Ja. Ja. Maar hoe weet je dat, hoe deze moet dan? Oh, hier. Deze moet blauw. Ja, zie je het hier al aan de kleur van het figuurtje. Ja. Heb jij een idee wat hier dit is? Nee, dat zie je. Ik denk een kwal. Sarah en Mila zijn aan het spelen. Ja, jullie moeten wel gaan opruimen inderdaad, want we gaan naar school. Even heel snel een rondje door het huis, want zij heeft natuurlijk een korte dag op school. En ik moet dadelijk met haar weg, want ze had heel leuk zo'n matje. En kijk, die heeft ze dus op school geknipt. En daar was de juf niet zo blij mee. Dus we moeten dadelijk even een nieuwe gaan halen. Nou ja, dat betekent gewoon dat ik naar de IKEA moet. En de IKEA is best wel een stukje rijden. En we hebben natuurlijk maar kort op school, dus daarom gaan we vandaag. En ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. We gaan nu gelijk even het eten om het klaarzetten. Want als we dan, als het uitloopt of we zijn later of wat dan ook, dan als ik thuis kom, hoef ik het alleen op te zetten. Eventueel als wij vast komen te staan of later zijn en Marco is er al, kan hij het gewoon even opzetten. Dat vind ik altijd zo fijn. Net als ook gedaan. Oh, deze moet ik hebben. Oeps. Ik laat ook echt even. Moet nog steeds. Oh, ik kan af en toe zo goed richten als ik bezig ben. Maar goed, ik moet nog steeds echt mijn hele huis uitzoeken. En ik ga een keer slim zijn. Want ik maak het rijst altijd of veel te veel of veel te weinig. Dus ik ga nou eens gewoon lezen en het afwegen. Of ik heb een pan waar we geloof ik met 12 van kunnen eten. Of het is net voor één genoeg. Even kijken. Deze fucking 6 porties. Dan zou het ongeveer op 60 gram per persoon moeten komen. Ja, ik zeg, eet iets minder dan wij. Dus 120 voor ons, hoeveel doe ik dan voor haar?
150 gram. Dan zouden we eruit moeten komen. En dan vind ik het weer zo weinig uitzien. Ik weet dat het groter wordt, maar het wordt gewoon 160 gram. Oké, dat maakt ook echt heel veel verschil. Maar dat is dus altijd met rijst. Ik kom nooit uit met rijst. Met pasta's en zo weet ik het wel. Ik weet dat die ook altijd wel groeien natuurlijk in de pan. Maar ik kan gewoon geen rijst afmeten. Echt te draaien. En ik ben uit school en ik ga nu met mama gezellig naar de IKEA. Ja, dit is zo leuk tanken. Hij slaat alleen maar af. Er helemaal in doen. Hoeft het nog erger? Geweldig. Echt te grappig. Ben ik net dus aan het tanken en hij slaat de hele tijd af. En ik heb dat elke keer bij dit tankstation. Staat er een man achter me met een scooter. Mevrouw, mevrouw, moet ik u helpen? Zal ik u leren hoe u moet tanken? Ik denk, nou, ik tank al best wel lang. Ik moet tanken. Maar hij slaat hier gewoon af. En vorige keer was het met mijn broertje. Het zei ik al, probeer jij het eens. Kijk of het aan mij ligt. Maar die had echt precies hetzelfde probleem. Op de een of andere manier, deze auto en dat tankstation gaan niet samen. Nou ja, en toen ging de auto raar doen. En nu staan we dus achter de vangrail op de snelweg. En we hadden wel geluk, want er stond net iemand gelijk van Rijkswaterstaat. Die reed toevallig langs. Dus ik wilde pechhulp bellen, maar onze pechhulp is bij zijn dienst aangesloten. Dus waarschijnlijk worden we daardoor heel snel geholpen nu om hier weg te komen. Ja, je hebt het koud, maar je hebt je jas aan. Zo koud is het ook niet. Kijk, oeh. Het is wel een belevenis hoor. Je moet kijken hoe hard ze dan allemaal rijden hier. Hé, kijk, waarom is het laag? Nou, die gaat ons hier even weghalen voor nu. Dus dat is wel fijn, hè? Maar loop maar mee. Daar zet hij hem op. Nou, ik zit in een leenauto. We zijn een tijd bezig geweest, maar ik kon binnendoor wel doorrijden. Maar ja, voor hetzelfde dat sta je dan weer. Het probleem was vanaf 80 km per uur rijden. Daaronder reed hij verder overigens gewoon prima. Maar ja, weet je, dadelijk sta je weer. Want het is best wel eng om met je kind langs de snelweg achter de vluchtstrook te staan. Dat was geen pretje. We hebben echt geluk gehad, want ik was haar daar aan het uithalen. We stonden daar. Ik pak mijn telefoon toen we erachter stonden en ik wilde gaan bellen. En hij komt aangereden. Hij wijkt voor Rijkswaterstaat en voor Barendrecht. Die werkt ook met onze verzekering, dus het komt allemaal in één klap door. Wat dat betreft hadden we echt wel een engeltje op onze schouder. Dan was ik echt wel heel erg blij. En die bus is best groot en ik kan achterin zitten. Ja, dat is wel leuk. Je hebt een bus en dan heb je twee zitten, maar dan heb je daar nog een bank. Dan kan je ook met z'n drieën in. Dat is wel logisch natuurlijk. Vieren. Kan je er met vier mensen zelfs zitten? Ja. Oh, helemaal, tof. Dus nou, dat is allemaal goed geregeld. En of vanmiddag nog, of anders morgen, wordt de auto naar onze garage gereden. En dan wordt hij nagekeken dat het probleem verholpen is. En ik heb in ieder geval deze auto sowieso 5 dagen indien nodig. Dus wat dat betreft, dat is wel allemaal fijn geregeld. En dat vond ik echt heel lief. Hij heeft echt geregeld dat ik wel een normale gezinsauto krijg. En niet in een heel klein, een Fiat 500 of zo. Want ja, dan wil je gezinsdingen doen en dat gaat niet zo fijn in die auto. Dus wat dat betreft vond ik het echt wel top dat hij dat ook heeft geregeld. Want anders zou ik inderdaad wel echt balen dat, ja, dat gewoon niet voldoet. Onze auto is soms al aan de krappe kant. Ik heb zelfs nu iets meer ruimte. Dus ja, daar ben ik wel echt heel erg blij om. En we gaan nu alsnog naar die IKEA, want daar moesten we wel echt heen. Eindelijk in IKEA en we gaan de pijlen volgen. Ja, maar je mag ook om je heen kijken terwijl je de pijlen volgt. Dat mag best. Kijk, want je hebt hier eigenlijk allemaal mini-huisjes. Zie je dat? Kijk, elke keer heb je weer een soort ander huisje. Cool, hè? Deze is best groot. Ja, die is best groot. Maar zo heb je nog heel veel. Kijk, bij die voor je. Oh, die is wel leuk. Kijk, daar kan je helemaal doorheen. Kijk, ga maar door de keuken. En dan kan je naar links. Links, andere links. Waar ben je nou? Kijk, daar loop je het huis uit. Kijk. En dan kan je zo bij de eettafel.
En we hebben de woonkamer en daar is het kerst. Zie je dat? Nou, Sarah, die had geen zin meer om te lopen. Ja, ligt het lekker? Ja. Is het ook leuk als ik nu rondjes ga draaien? Nee, dit vind ik niet. Dat maak ik. Nou, we zijn weer thuis. Eindelijk, ik ben er ook echt wel aan toe om thuis te zijn. Wat hebben we gehaald? Nou, de goede mat hadden ze niet. En dit was de enige die ze wel hadden. Dus die dan voor school. Ik heb een aapje in mijn nek. Ik heb een aloe vera plant, die wilde ik al. En die zag ik daar staan. We hebben deze. En zoiets zocht ik al. Dit zijn kleine vakjes van de la. Voor iets zeggen de laadje. Want die wordt, zeg maar de stok en ondergoedla, die wordt altijd zo'n troep. Deze zijn daar speciaal voor. Je doet me een beetje pijn namelijk. Je trekt mijn haar uit mijn hoofd. En ik heb een nieuwe badmat. Want die van ons was kapot. Die had ik elke keer te halen. En er ligt nou alleen een hele kleine kindermat. Ik vind je zo lief, maar je doet me echt pijn, schat. Je trekt heel mijn haar uit mijn hoofd. Blijft in jouw pailletten hangen. Dus die is voor in de badkamer. Nou, Sarah is overenthousiast. We zijn nog niet boven om de la op te ruimen. En die heeft al de sokken hier. Je wilde het pak openmaken. Ik ga dat maar doen. Dus we gaan de la even opnieuw indelen. Want zoals je bijvoorbeeld hier kan zien, dit raakt allemaal door de war elke keer. En dat willen we gewoon netjes. En met die vakjes kunnen we dat beter doen. Nou kijk, het is echt een stuk netter al zo. Verdeeld sokjes, ondergoed, badpakken, bikinis. Sarah houdt van slaapsokjes als het koud is. En dit zijn zeg maar Monkey Town of Jump XL, speciale sokken. Maar eigenlijk hadden we een pakje meer moeten hebben. Want ik heb hier nog majo's liggen en andere dingen. Dus ik denk als ik nog een keer in de buurt van de IKEA weer ben, dan haal ik voor hierachter nog en dan hebben we het helemaal af. Maar voor nu, ik word er wel zen van. Hoor ik op daar kinderen. Het lukt echt niet, hè? Nou, nog een poging. Hoor ik op daar kinderen, hoor ik op daar kinderen. Het lukt niet, hè? Het lukt je gewoon niet. Sinterklaas kapotje, ga met in mijn schoentje, ga met in mijn laasje, dank je Sinterklaasje. Ja, dat kan ook, dat is slim. Gooi wat in mijn leglegdom, gooi wat in de huisje, met een knappe dag als mijn huisje. Zo irritant, hadden ze net Marco gebeld en zijn voicemail achtergelaten. Dat ze weten wat er met de auto aan de hand is. En dat was het. Marco kon net even niet opnemen en die belde echt een paar minuten later terug, is de garage dicht. Dus nu weten we nog niks. Ik hoop echt dat het niet heel duur gaat zijn, maar zoveel pech als we de laatste paar maanden hebben. Ik hou echt mijn hart vast. We hebben natuurlijk echt gestolen fiets en we hebben dat raam dat gebroken is en die inbraak en nu weer dit. Ik dacht, wanneer houdt het op? Echt. Ik ben er gewoon echt klaar mee. Echt klaar mee. Maar goed, tot morgen wachten. Morgen kan hij terugbellen. En dan weten we wat er aan de hand is. Ik ben nog steeds wel een beetje, niet in shock, maar wel echt, hoe moet ik het noemen? Gewoon wel het feit dat je daar met je kindje staat, dat heeft wel best wel indruk op me gemaakt. Ik denk, als ik er alleen zou staan, dan sta je er. Maar gewoon zij uit die auto, naast de snelweg, ook al sta je achter de vangrail. Ik vond dat toch wel even een dingetje, zeg maar. Zo trots op mezelf. Het is 12 uur en ik ga naar mijn bed. Gewoon derde avond op rij. Dat ik niet ergens in de nacht naar bed ga. Maar gewoon einde van de dag. In ieder geval nog net een paar minuutjes erover eerder dat ik boven ben. Maar alsnog. Het is geen 1:30 of 2:00. Want daar heb ik ook wel talent voor. Dus ik ga de vlog gelijk afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. Daar zijn we heel blij mee. En dan zie ik je morgen. Doei doei.